Nou, het is uniek natuurlijk hoe dit is aangelegd. En het is een van de voorbeelden hoe het kan in Nederland. Dat we toch een beetje het Hollandse gevoel terugkrijgen. Komt u er even bij. Yeah. Yeah. Onze oude pijp wordt afgekoppeld ten gunste van het gaat lekker naar de beek. Het uitstroomgedeelte en het water van de hemelwaterafvoer gewoon wel hierdoor naar buiten kan over de stoep heen naar de beek. Wij zijn na de zomer vorig jaar begonnen aan de aanleg van de Stadsbeek door de Elveringsweg. En vandaag hebben we eigenlijk het moment dat wij ook niet alleen zelf bezig zijn op openbaar terrein, maar dat dus ook bewoners zover gaan dat ze hun dakwater willen afkoppelen en naar de Stadsbeek willen laten stromen. Wat we nu afkoppelen, dat er loopt nu nog het gemengd riool in, dat willen we daar helemaal niet hebben. Dat water willen we heel graag in de beek hebben. En daar komt ook nog bij dat dat water wat we dus afkoppelen, dat via de voortuinen naar de beek loopt. Dus een deel van het water zakt ook gewoon weg in de tuin. Dus die tuin die wordt ook gewoon natter en groener, hoef je minder te besproeien. En al het teveel, dat gaat de beek in. Maar het is echt geweldig om met regenwater te werken. Ja, gebruiken het ook echt veelvoudig. En nu dit zich voordoet, is het natuurlijk helemaal geweldig om... 96,4% ongeveer van de bewoners doet mee. Deze mensen hebben natuurlijk last van hoge grondwaterstanden, het diepste punt van Enschede. Dus die weten echt wel waar het om draait en die zijn zeker heel betrokken bij dit project. We hebben echt zoveel water in de kruipruimtes gehad. Wat natuurlijk gigantische stank veroorzaakt, vochtproblemen, et cetera. Dit was echt een schot in de roos van de gemeente Enschede om dit te gaan doen. Ja, ik vind het een super oplossing. Dankjewel, heel lief. Was niet nodig zoals gewoonlijk.